tank jij straks ijzer? Dit is de Universiteit van Nederland. Het is ondertussen wel duidelijk, we moeten van de olie af. Aardolie wordt gebruikt om heel veel benzine en diesel te maken, wat we gebruiken om onze auto's en vrachtwagens te laten rijden. Alleen, ja, als wij benzine en diesel verbranden in onze verbrandingsmotoren van de auto's, komt er heel veel CO2 vrij, gigantisch veel, en dat is een probleem. Een ander probleem, misschien wel nog wel groter, is dat als wij alle aardolie gebruiken hiervoor, dan zijn we in 100 tot 200 jaar door alle aardolie heen. Met andere woorden, we hebben echt behoefte aan een alternatieve oplossing. We moeten op zoek naar een andere brandstof. En zeker als je bedenkt dat we alleen nog maar verder gaan rijden met meer auto's en met meer vrachtwagens. Nou, er zijn gelukkig een heleboel alternatieven. Je kunt denken aan elektrische auto's, met een accu erin. Maar je kan ook denken aan auto's op waterstof. Er zijn tegenwoordig zelfs bussen op mierenzuur. En dat zijn eigenlijk allemaal goede ideeën die de laatste tijd door wetenschappers worden onderzocht, maar elk van die opties die heeft zo zijn eigen nadelen. Denk maar eens aan een elektrische auto. Ja, je moet stekkeren, je moet op tijd weer opladen en dan kun je een stukje verder rijden. En voor waterstof, dat is een ander probleem of een andere uitdaging. En dat is dat je een best wel grote brandstoftank nodig hebt. Nou, als we hier dus mee verder willen, moeten we eigenlijk een beetje out of the box gaan denken. Op zoek naar andere oplossingen, slimme ideeën. En je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het halen van energie uit ijzer. Ik zie jullie al denken, energie uit ijzer. Nou, daar ga ik vandaag iets over vertellen. En misschien tank je dan straks wel in plaats van benzine ijzerpoeder. Stop je ijzerpoeder in je tank en rij je straks in een roestbak. Nou, wie weet. Wat ik in dit college graag wil vertellen is, ja, hoe we eigenlijk normaliter te werk gaan als we nadenken over brandstoffen. Hoe komen we nu op een nieuwe brandstof? En ik wil ook laten zien dat je soms met ideeën uit een onverwachte hoek kan komen. Nou, benzine gebruiken we al jaren. Is hartstikke populair, een hele handige brandstof. En in de vorige eeuw dachten we dat we daar ook nog eeuwig mee door konden gaan. Want die aardolie waar het van gemaakt is, is eigenlijk een bodemloze put. En verder weten we natuurlijk dat ook heel veel CO2 uit de uitlaat komt. En ook ondertussen weten we dat CO2 de grote boosdoener is van de klimaatverandering. Nou, de afgelopen eeuw is benzine dus heel erg populair geweest. Maar als we nou een beetje een historisch perspectief plaatsen, dan kun je kijken van, hoe zitten die brandstoffen eigenlijk in elkaar? Nou, ooit begonnen we met kolen. En waar is kolen van gemaakt? Van koolstof. En als je nou kijkt naar benzine, maar ook een brandstof als aardgas, dan zit er daar niet alleen koolstof in, maar er zit ook waterstof in. In het plaatje zien we dat hier heel mooi. Koolstof is een C'tje en waterstof, dat zijn de H'tjes. En wat we eigenlijk gedaan hebben is steeds meer H'tjes toevoegen aan die brandstoffen. En als je dat doet, dan, en je gaat het verbranden, krijg je naar verhouding minder CO2 en je krijgt een beetje meer waterdamp wat vrijkomt bij de verbranding. Nou, als je die lijn doortrekt en je gaat steeds meer H'tjes toevoegen, of eigenlijk steeds minder C'tjes hebben, dan hou je uiteindelijk waterstof over. Daar zitten namelijk helemaal geen C'tjes meer in. Dus je hebt alleen nog maar H'tjes en als je die gaat verbranden, krijg je een beetje waterdamp, maar geen CO2. Dus dat is helemaal ideaal. Alleen, waterstof heeft wel één probleem. Het neemt enorm veel ruimte in beslag. Dus op het moment dat je waterstof zou gaan tanken, ja, je hebt een hele grote tank nodig. Nou, dan zou je dat waterstof kunnen comprimeren, onder druk kunnen zetten, maar dan nog is je tank wel 6 keer zo groot als dat je huidige tank is. Dus ja, het is niet de oplossing voor al onze voertuigen. Als we hier verder over nadenken, dan kun je dit ook heel mooi in een grafiek uitzetten. Dus die verschillende brandstoffen zou je kunnen karakteriseren naar hoe ver kan ik er nou eigenlijk mee rijden? Of anders gezegd, hoeveel energie kan ik opslaan in een brandstof? Nou, we zien in dit diagram dat op de horizontale as staat het aantal kilometers dat je kunt rijden per kilogram. Hoe verder, hoe beter natuurlijk. En op de verticale as zie je het aantal kilometers dat je kunt rijden per liter. Dat is ook heel goed. Dus eigenlijk zou onze ideale brandstof, die zou helemaal rechtsbovenin zitten. Dus dan heb je een kleine tank waar lekker veel energie in zit, waar je ver mee kan rijden en die ook nog eens een keer licht is. Nou, als we
Benzine en diesel in dit plaatje neerzetten. Daar staan die ongeveer in het midden. Dat is eigenlijk de kampioen van vandaag qua brandstoffen. Die zitten vrij hoog al, vrij ver naar die hoek rechtsboven. En we kunnen ook waterstof in dit grafiekje tekenen. En dan zien we dat waterstof, in 1 kilo waterstof zit enorm veel energie. Dus dat is natuurlijk super. Want ja, je kunt uit die 1 kilo kun je heel veel energie halen. Maar ik zei al, het nadeel is wel dat het heel veel ruimte inneemt. Dus het is heel laag in het diagram. Nou ja, en een andere optie is om met elektrische auto's te gaan rijden. Nou, als we die intekenen, dan schrikken we misschien een beetje. Want elektrisch rijden, ja, dan denk je, dat is hartstikke schoon en goed voor het milieu. Maar je kunt helemaal niet zo ver rijden met zo'n elektrische auto. Je kunt heel weinig energie opslaan in een accu van een auto. En dat betekent dus dat we elke keer maar een klein stukje kunnen rijden en dan weer opnieuw moeten opladen. Nou, soms is dat misschien niet zo erg met een kleine lichte auto. Maar als we bijvoorbeeld met een vrachtwagen van hier naar Zuid-Spanje willen rijden en zonder op te laden, dan zouden we de hele laadruimte van die vrachtwagen vol moeten stoppen met accu's. En nou, misschien dat we er dan wel komen. Alleen, we hebben dan helemaal geen plek meer voor onze lading. Dus we kunnen niks meer meenemen. Dus dit is niet zo'n heel goed idee. Dus wat moeten we nou doen? We moeten eigenlijk van die lijn afstappen die we tot nu toe volgen. En als we dat doen en dan nadenken over wat is nou een geschikt alternatief, moeten we eerst bedenken wat we nodig hebben. Nou, wat hebben we als eerste nodig? Ja, energie. Dus je zou kunnen denken, ik pak een auto, ik zet een mooi windmolentje op het dak, ik zet een paar zonnepanelen, die leg ik erop en daarmee kan ik wel gaan rijden, dan komt het wel goed. Ja, als het niet waait of er is geen zon, dan heb ik al een probleem. En zelfs al zijn die er, je voelt wel aan je water, als je een klein windmolentje op het dak van je auto zet, daar ga je die auto niet mee laten rijden. Het wekt veel te weinig energie op. Veel minder energie dan we nodig hebben om die auto te laten rijden. Dus wat we feitelijk nodig hebben, is een brandstof. En wat is een brandstof? Een brandstof is een opslagplaats voor energie. En het mooie van zo'n opslagplaats voor energie is dat je dat eruit kan halen wanneer je het nodig hebt. En het lijkt een beetje op een batterij wat dat betreft. Denk maar eens aan benzine. Als je benzine gaat tanken, dan kun je een heel stuk gaan rijden en langzaam haal je de energie uit je benzine. Dus je batterij gaat eigenlijk langzaam leeg. En op het moment dat de batterij leeg is, is het een teken dat je weer opnieuw moet gaan tanken. Maar je kunt die tank dus, je vult hem en als die leeg is, is het ook gewoon op. Je kunt dat niet nog een keer opnieuw gebruiken. En als we nou nadenken over een alternatief, dan zoeken we allereerst iets waar geen koolstof in zit. En dat bracht ons in Eindhoven op het idee om iets heel anders te gebruiken. Namelijk een brandstof in de vorm van ijzer. Nou, ik kan me zo voorstellen dat jullie denken, ijzer, dat is heel erg vreemd. Nou, als we de grafiek van zo net er nog even bij pakken, dan is het eigenlijk helemaal niet zo gek. Er zit in ijzer namelijk ontzettend veel energie. En dat kan ik in een heel klein volume opslaan. En dat is zelfs nog beter dan benzine. Dus waar ik op benzine misschien 20 kilometer kan rijden op een liter, kan ik op ijzer misschien wel 40 kilometer rijden. Maar het zit ook een beetje links, dus het is ook heel zwaar. En dit blok ijzer, ik hou het nu hier vast, is vrij klein, maar wel ontzettend zwaar. Dat betekent dat je in een auto, als je nou veel energie wil meenemen, veel brandstof, dan heb je maar een klein volume nodig, maar je moet wel een sterke auto hebben. Ja, hoe ga ik hier nou op rijden? Ik kan het wel in mijn tank gooien, maar dat wordt vast geen succes. Nou, dat ben ik helemaal met je eens, als je dat zou denken. De grote truc is dat we geen blok ijzer gebruiken, maar in plaats daarvan gebruiken we heel fijn ijzerpoeder. Ik heb hier een pot met dat ijzerpoeder erin. En dit kun je veel makkelijker gebruiken. Nou, hoe werkt dat? Stel je voor, je hebt een oude fiets die gemaakt is, een stalen ros is gemaakt van ijzer. En je zet die een paar jaar in de schuur waar het een beetje koud en vochtig is. Dan zal die heel langzaam gaan verroesten. En na een paar jaar is die waarschijnlijk echt goed roestig. Wat je eigenlijk met dat ijzer zou willen doen, is het precies hetzelfde. Je zou het eigenlijk willen laten verroesten. Maar als je dat nu, je wil er geen paar jaar op wachten, maar je wilt het eigenlijk veel sneller doen. Dus door daar poeder van te maken en het aan te steken, wordt het heel erg warm. En die warmte die komt vrij door het verbranden
van dat poeder. En eigenlijk is het heel snel laten roesten. Het gaat dus in een fractie van een seconde. Nou, hoe dat precies werkt, wil ik graag even laten zien in de vorm van een proefje. En voordat we het proefje gaan beginnen, wil ik eigenlijk vragen om de mensen op de eerste rij om even de bril op te zetten. He, safety first. Nou, wat ik ga doen is een heel klein beetje ijzerpoeder door een vlammetje heen schieten. En daarmee kunnen jullie zo dadelijk zien. Ik heb hier een klein schepje ijzerpoeder, die doe ik hierin. Nou, daar komt hij. Dan kun je zien wat er gebeurt. Nou, ik schiet hem nu door dat vlammetje heen. Nou, ik hoop dat iedereen het gezien heeft. We zagen een behoorlijke vlam. En wat je alleen kunt voelen als je hier op het podium staat, is dat het ook heel warm werd. Wat betekent dat? Doordat ik dat ijzerpoeder verbrand heb, komt er heel veel warmte vrij. En die kan ik dan weer gebruiken om een auto op te laten rijden. Dus ik krijg eigenlijk heel snel veel energie. Nou, briljant idee natuurlijk. Waarom hebben we dat nou niet eerder gebruikt? Of waarom zijn we niet eerder op dit idee gekomen? Nou, om heel eerlijk te zijn, hebben we dat idee ook al eens eerder gezien. IJzerpoeder en andere metaalpoeders die worden ook gebruikt als brandstof voor raketten. En daar heb ik een mooi filmpje van. En we zien hier een raket, die ligt hier plat omdat het een test is. En laten we even kijken wat er hier gebeurt. Nou, we zagen een enorme steekvlam. En wat hier gebeurt is dat een metaal brandstof, die wordt verbrand. Er komt enorm veel energie bij vrij, waar normaliter die raket mee kan gaan vliegen. En bij die verbranding komt ook allemaal fijn stof vrij. En wat is dat? Dat is dat roestpoeder. Dus we hebben eigenlijk ijzerpoeder, we hebben het verbrand. Dat komt vrij in de vorm van roestpoeder. En die raket die kan gaan vliegen. Nou, allemaal leuk en aardig. Er komt enorm veel troep uit die raket. Dus voor een raket is het misschien nog niet zo erg. Maar als u straks op de snelweg rijdt en er komt ook allemaal van die roestpoeder uit uw uitlaat, dat is natuurlijk niet de bedoeling, want dan wordt het één grote bende. Dus de kunst is om dat roestpoeder, om dat dus niet uit de uitlaat te laten komen. En dan wordt het eigenlijk nog briljanter, want we kunnen het roestpoeder opvangen en dan kunnen we het opnieuw gebruiken. Dus je verbrandt ijzerpoeder waardoor je kunt rijden. En je kunt het vervolgens, het roestpoeder wat er dus vrijkomt, kun je opvangen. En dat kunnen we opnieuw gebruiken. Nou, hoe werkt dat? Eigenlijk weer hetzelfde principe wat we zo straks zagen. Als je denkt aan benzine, dat was een opslag voor energie. Maar als de benzine op is, is de batterij leeg. IJzerpoeder is ook een opslag voor energie. Alleen, als we nou dat ijzer, als we de energie eruit halen, dan houden we roestpoeder over. En als we er nou weer opnieuw energie in kunnen stoppen in dat roestpoeder, hebben we weer ijzerpoeder terug. En dan kunnen we het nog een keer gebruiken. Dan krijgen we weer roestpoeder. En zo kunnen we dat heel erg vaak doen. En op die manier hebben we dus eigenlijk een soort van oplaadbare batterij. Nou, het mooie van deze oplossing is de energie dus in het ijzerpoeder kunnen opslaan. En daarvoor kunnen we ook schone energie gebruiken. Dus de zonnepanelen en de windenergie waar ik het zo straks over had, die kunnen we opslaan in het ijzerpoeder. En als je het verbrandt, komt die energie vrij. Die kunnen we dan gebruiken om een auto te laten rijden. En als je dan het roestpoeder opvangt, kun je het opnieuw gebruiken. Kun je het opnieuw inzetten en weer als brandstof gebruiken. Nou, deze oplossing is ontzettend duurzaam, want allereerst gebruiken we schone energie. Er komt geen CO2 vrij, want ja, in het ijzer daar zaten geen C'tjes. Dus ik kan ook geen CO2 maken. En bovendien, ik vang het ijzerpoeder als het verbrand is en roestpoeder is geworden weer op. Dus ik heb ook een gesloten cyclus voor dat ijzer. Nou, ik denk dat ijzerpoeder een goede basis is voor de toekomst. En hoe zie ik dat nou voor me? Ik denk dat over een paar jaar dat ik met mijn auto op ijzerpoeder rijd naar het tankstation. Dan komt een robotarm, die klikt een grote cassette met roestpoeder uit mijn auto. En diezelfde robotarm die klikt vervolgens een grote cassette met ijzerpoeder weer in mijn auto, zodat ik weer verder kan rijden. En dan kan ik 500 kilometer rijden voordat ik weer opnieuw naar een tankstation moet.
Nou, dat roestpoeder wat ik dan heb ingeleverd, dat wordt verzameld. En op een centrale plek, bijvoorbeeld bij een zonnepark of een windmolenpark, wordt weer opgeladen, er wordt weer ijzer van gemaakt. Dit is, denk ik, één belangrijke oplossing, maar er zijn er een heleboel meer. Ik noemde zo straks al waterstof, elektrisch rijden, mierenzuur. En wat ik denk is dat we al die verschillende oplossingen naast elkaar moeten onderzoeken. En dat we straks zullen zien dat elke toepassing, elk transportmiddel zijn favoriete brandstof zal hebben. Dus we moeten niet op één ding gaan focussen, maar een antwoord op de vraag van het begin, tank jij straks ijzer? Ja, zonder meer. Ik denk zeker dat we straks ijzer gaan tanken en dat we straks in roestbakken rond gaan rijden. Of in elektrische auto's of waterstofauto's. Of misschien wel auto's met zonnepanelen erop. Al die opties die zie ik naast elkaar bestaan. Tot slot nog een belangrijke tip. Wil jij straks ook op ijzerpoeder gaan rijden? Begin dan nu alvast al je oud ijzer en roestig ijzer uit je schuur te verzamelen. Dan ben je helemaal klaar voor een zonnige toekomst. Dank u wel.